De mobiele drive-through testunit van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg blijkt tot nu toe een welkome faciliteit voor het grotere publiek. Vanaf het BOG op woensdag 5 augustus wederom een aanvang heeft gemaakt met het COVID-testen via deze unit, is er sprake van een enorme toeloop. De bedoeling van deze dienst is om het testen op het COVID-19-virus zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de samenleving. Uw vraag was namelijk ten aanzien van de drive-thru-markt. Heel kort erop in te gaan, kan ik u zeggen dat ik een woordvoerdersteam heb mogen ontvangen gisteren. Want er was een ruis ontstaan tussen de standhouders, tussen de verschillende marktventers. En zij waren eigenlijk gisterochtend, hoe ik het ook heb mogen zien op social media, voor dat huis van de president toegegaan. Maar dat was niet de marktventers van Lelydorp, maar zij waren eigenlijk verkopers van Pasar Lely. Daarover wil ik het vandaag niet hebben, maar ik ga u zeggen, ik heb de woordvoerders ontvangen. En van Sarana Woye ook en van Pasar Lely, een commissie, het bestuur en ook van de Mark Lelydorp. En toen ik ze heb ontvangen, per groep natuurlijk, maar niet meer dan 5, zijn we eigenlijk gaan brainstormen. Toch? Het is eigenlijk een beetje onduidelijk naar ze toe geweest, maar natuurlijk had ik de resortraad, de districtraad ook gevraagd om het te promoten, want ik was ook woensdag in vergadering bij hun. En ik heb ook via mijn page, via IC-page, probeert te promoten dat ik een drive-through wil inlassen. Dus het gaat niet zijn dat ik de markt permanent heb gesloten zonder geen enkele optie voor de mensen. Ik heb ze gezegd van kijk, we gaan orde op zaken stellen. En een van die maatregelen zijn dat we de markt zelf, de Lelydorpmarkt, heeft weinig ventilatieruimte. Toch? Als u daar gaat, gaat u zelf zien. En dat was een van de redenen dat ik heb gezegd van kijk, we gaan een drive-through-markt introduceren. En dat gaat. Ik heb met de GPC gesproken, ik heb overlegd met de districtsraadsleden en zij vonden het ook een geweldig idee. Het was wel nieuw, maar ik ben ook een nieuw DC, dus ik kom met nieuwe plannen. En natuurlijk heb ik gezegd pilotproject, toch? Dat wil zeggen we gaan een proef nemen als DC. Toch? En als het niet zo goed, als het niet goed zou aflopen, zou ik teruggaan naar het oud systeem. En, men wil dat nog niet proberen. Men heeft voorstel gedaan van DC liever gaan we weer terugtrekken in onze. We hebben gezegd van kijk, jullie zijn te veel verkopers daar. Dus toch nog als commissaris heb ik een verantwoordelijkheid op mij. Om dan voor de rust, orde en veiligheid te zorgen. Want dat is eigenlijk mijn werk hier zo. Toch? En inhoud te geven aan en vorm te geven aan de ontwikkeling van het district en van ons land. Maar kort gezegd, ik heb ze gehoord. Daar zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen of we hebben een resultaat bereikt dat de markt opengesteld gaat worden van maandag tot en met vrijdag, maar we hebben 2 weken lockdown die we ook hebben en dat aangepaste tijden er ook gaan zijn en ze zijn ook overeengekomen, we gaan van 8 tot en met 1 uur open zijn, ze waren eigenlijk tot 3 uur open, maar ze hebben aangegeven van die tijd heb je ook weinig koopkracht, dus 1 uur hebben ze geen moeite mee. Dus het wordt 8 tot 1 van maandag tot en met vrijdag. Maar dan gaan we wel een rollatiesysteem invoeren. Toch? Want we kunnen niet iedereen daar tegelijk roepen. Want dan krijg je weer een massa en mensen op elkaar. Maar natuurlijk geef ik de garantie als DC. Want de samenleving heeft ook gemerkt dat afgelopen zondag tijdens die drive-thru, die proef, ik ongeveer 35 bestuursambtenaren dat ter plekke aanwezig had. Met de buurtmanager, met politie, met die bikers. Dus ik zorg ervoor dat er geen opstopping vindt verkeerstechnisch. Toch? Want dat is een deel van de politie, maar we zijn op 1 lijn voor wat dat betreft. Verder kan ik u zeggen van dat drive-thru van Domburg heel goed is afgelopen. Men is tevreden. En dat gaan we daar behouden. Maar natuurlijk zijn er ook projecten, toekomstige plannen van mij. Een van de plannen is dat ik mijn MGD, Milieugezondheidsdienst, wil gaan uitbreiden met aantal bestuursambtenaren. Daarvoor heb ik die inventarisatie laten maken. Dus straks heb ik een inventarisatielijst van al mijn personeelsleden en dan ga ik ze indelen. Maar ik wil mensen hebben, bestuursambtenaren, dagelijks in het veld. Controle, prijscontrole, vervallen producten, hoe hun winkel eruit zien. Ik zeg als nieuw DC niet om je winkel te gaan beschilderen, maar je kunt het wel wassen. Je gaat het schoon wassen.
toch? De omgeving gaat u schoonmaken en daarop gaat de bestuursdienst echt letten. Maar dat is zo, in Asaranantongo, met allemaal verstand. Dat je een drive-thru voor Domborgo wil, toch? Alles maar begrijp. Dat, want aan de zomer, aan de districtscommissaris, commissaris, ook al doen ze niet. Natuurlijk, zomaar voor de buurt dat die kon naar een klacht. Toch? En aan de hand van de klacht dat DC, like, hoe verantwoordelijk van het district, moest treden op. En dat bij de leidraad, de, omdat die man kon, de man vindt dat die trasma, het is Domburg Waterkant, is eigenlijk een trekpleister. Toch? Mensen van andere buurten, andere districten, komen zich dan daarop vertoeven. Zondag, des zondags of zaterdags. Dan kan ik chillen als ik even mag takken zo. Toch? Maar dat is maar Domburg schreef hij zijn tanden op. Dan maak ik de zorgen. Dat hij een schreef is ook beschermd schreef hij. Van Sikisa de Nono, van COVID-19. Maar dat is maar importeren kon, ja. Dus en ik als DC heb gezegd van kijk, we gaan daarop toezien. We gaan de totale waterkant, dat we tappen. En zo hebben we een toch? En dat zie je, je hebt een biggie parkeerruimte, dat je een drive-thru hebt. De bedoeling is, je gaat mobiel zijn. Dus vanuit je auto, vanuit je wifi, dat je toesmaakt zijn zeerde product, je hebt toesmaakt zijn teken money, dan ga je trasmaakt dat niet vast money, toch? Dat ook die producten dan af aan de consumenten. Toch? Dat na een ding, en ten aanzien van drive-thru voor Lely dorp, kijk, we zouden dat eigenlijk, alle de woorden zijn in mijn district, zijn mijn bestuursresort, zou ik dan zo aanpakken, en dan gaan we drive-thru. Maar gezien dat ik zo tien zo ontevredenheid de, dus man heeft begrepen, dan ik op dat kind voorzichtig. Toch? En ik heb DC, dus dan moet ik vaak naar Woyo en moet ik communiceren naar de SMA. En ik geloof sterk in dat communicatie de sleutel is. Dus goed praten, goed overleg en dat zeker bereiken. Want gisteren was het ook zo, mensen waren een beetje boos. Maar toen ze hun DC hebben gezien, ze hebben kennis gemaakt met die DC en gehoord waarom ik dan zoiets heb gedaan. Iedereen is met een gerust hart teruggegaan. Ten aanzien van Pasar Lili wil ik zeggen, ik had ook mee bij ontvangen aan bestuur voor de man. En meer dat ik naar Soso Lili Dorper eigenlijk, de Maikara zijn een snoepmark. Toch? De Maikara zijn wel een schuit. En kijk, als het om voeding gaat, wil ik wel als DC, dan mijn takwansani. Want hij vader onder een mino, naar mijn verantwoord toe. Dat hij even bepaalde voeding hij bereid voor, een snack hij bereid voor. Dan is zomaar garantie en actie voor actie van vergunning. Een vergunning dat hij naar niks, naar wansani, naar alleen maar adviezen voor instanties. Zo DC of Lisi, dat BOG dat het is goed. Politie, tak, het is goed. Brandweer, tak, het is goed. Bestuursdienst, MGD. Dus alle instanties komen bijkijken, want vergunningen verschillen. Want er komen soms minder adviezen, soms meer adviezen. Ja, en bijvoorbeeld, ik ga direct een voorbeeld halen. Maar begrijp me, boem, want mijn loop leg uit. Toch, is communicatie weer. Dat bijvoorbeeld, als je bij een hinderwet, dan komt er andere instantie ook bijkijken van hoeveel decibel, als het om machines gaat en zo. Dus al die soort zaken komen bijkijken. Maar ten aanzien van voeding, daar speelt biologie en bestuursdienst ook een grote rol. En dat gaat om de hygiëne.